Hallo. Hallo. Kom binnen. Ja. Kom binnen. Kom binnen. Dag Kees. Dag Monique. Wat zie je er mooi uit. Ja, zeker. Zo. Ja. Prachtig. Ja. Ik heb heerlijke kleren dit. Ik heb ze lange tijd niet meer aangehad. Ik vind het geweldig. Ik ga toch even kijken hoe ze zitten. Ik zet de spiegel even zo. Kijk, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een heel klein stukje, alleen een beetje mijn kin. Maar dan zie ik niet mijn hele gezicht. Het is een spiegel waar ik mezelf net niet zie, maar wel mijn pak. Dus dat is het mooie ervan. En ik kijk er ook graag naar. Als ik met mijn ouders ergens uit eten was, werd mijn blik automatisch gericht naar sokken en schoenen van andere mensen. Gegeven zag ik ook een heer met hele mooie sokken aan en mooie schoenen, waar ik toch een beetje jaloers op was. Ik was zo 6, 7 jaar en ik mocht van mijn ouders niet opstaan om die sokken van die ene heren naderbij te bewonderen. Ah, die rotfritage is ook altijd maar weer. Het zit maar te schuiven en te doen. Ja, het is een beetje krap hier. Helemaal volmaakt. Ik hou van volmaakte kleren. Een spijkerbroek die lekker strak zit. Heerlijk om mijn benen en een helemaal bijpassend jasje. Voor mijn gevoel is dit een fantastische dracht. Ik ben er helemaal dol op. Ik vind het zo'n mooie dracht. Later ben ik tot besef gekomen dat mijn moeder, die kreeg meteen weer dezelfde angst, dat ik ook misschien aan die sok van die ene man zou trekken. Kees, niet doen. Kees, niet doen! Kees, zitten blijven, zeiden mijn ouders. Hier mooie panties, het is een mooie panties die lekker donker zijn. Er zijn alleen wat dikke benen, dikke kuiten, maar de panties zijn prachtig. Het is ook niet echt spannend, maar met die dikke benen. Kijk, als een ladder bij de hiel van de hak heeft. Soms willen de panties zelfs een laddertje tonen, doordat de hak van de schoen tegen de kous schuift. Kijk, bij dit pak vind ik natuurlijk wel belangrijk dat er ook goede schoenen horen. En toen heb ik besloten eigen schoenen te ontwerpen. Ben ik gaan tekenen. En dit zijn tekeningen die ik heb gemaakt van mijn maatschoenen. En zeiden ze, ja, dat doen wij. We maken alles wat u maar ons geeft. Dat kunnen wij voor u maken. En ik was er heel blij mee. En die schoenen die ik in mijn hoofd had, die waren natuurlijk alweer 10 jaar uit de mode. Die min of meer ook dit model waren. Maar ik had maar 1 paar ervan. En ik had ze al vrij lang. Dus ze hadden eigenlijk hun mooiste tijd hadden ze eigenlijk wel een beetje gehad. Hier zie je dan nog de achterkant van de schoen en ze ook van achteren van boven gezien. Want ja, maatschoenen maken is toch precies werk. Dat is niet makkelijk. Ik vind dat ik een heel behoorlijk uiterlijk heb. Ja, ik mag eigenlijk niet mopperen, nee. Nee, er gaat toch een zekere vrouwelijkheid van uit, enigszins. Hoi, koest jij. Het is jammer dat ik nou niet een iets heb waarbij de klok niet direct slaat als je rustig in je gedachten wil zijn. Je kan heel mooi de schoen zien ook. Nou, een stukje van de sok erbij. De blauwe schoenen doen het er goed bij.